Ik ben Doortje Smithuizen, ik ben journalist en op het Holland Festival wil ik heel graag de voorstelling Euphoria zien van Julian Roosevelt. I am the immeasurable spirit of the civilized world. My body has innumerable forms and is manifold. Euphoria, dat is een video-installatie waarin eigenlijk allemaal verschillende teksten over het kapitalisme worden getoond in allerlei verschillende settings en uitgesproken door allerlei verschillende mensen. Dus in de ene video zie je een tijger door de supermarkt lopen. In de andere video zie je bankmedewerkers een hele interessante dans doen. Het zijn eigenlijk allemaal hele vervreemdende, maar wel ja, hele inspirerende video's die dus allemaal over het kapitalisme gaan. Met teksten van mensen als Karl Marx en Ayn Rand, maar ook Mick Jagger bijvoorbeeld. Dus het is heel divers. En ja, ik denk heel interessant en confronterend ook. De thema's van het Holland Festival dit jaar die mij het meest aanspreken zijn kapitalisme en antipatriarchaal. Dit werk laat op een hele indringende manier zien hoe dat kapitalisme eigenlijk in onze hele samenleving zit en wat voor mensen en situaties dat voortbrengt. I feel well in the midst of strife and suffering. I am the pitiless and man-eating god. Ik denk dat het heel belangrijk is om de systemen om ons heen te blijven bevragen, omdat ze eigenlijk ons hele leven sturen en beïnvloeden. En het lastige van een groot systeem als het kapitalisme of het patriarchaat is dat je er eigenlijk heel moeilijk buiten kan denken. Ik hoop en ik denk dat als ik Euphoria heb gezien, dat ik dan vooral heel veel zin heb om zelf weer aan het werk te gaan. Ik denk dat het een voorstelling is die mij en anderen heel erg kan inspireren om zelf ook weer vorm en stem te vinden aan voor bepaalde maatschappijkritiek of ideeën over de samenleving. Dus ik denk dat die scènes die je ziet iets laten zien waar we misschien juist allemaal wel wat meer over na zouden moeten denken. Maar we dat niet doen. That was just a weird fucking neighborhood.